Dan mag je je handen even vooruitsteken en vuist maken. Deze komt voor hier. Even. Oh, ja, maar niet uit. Ik sta er niet op. Ik sta hem even opnieuw op, hè. We pakken dadelijk de banaan. Dat is de makkelijkste modus. Oh, ja, en je moet proberen om de bommen niet te raken en voor de rest zoveel mogelijk fruit. Ja? Ja? De banaan. Dat staat niet in beeld bij haar? Ja, wij zien alles wat zij ziet. Nee, ik bedoel dat venstertje nee, daar. Nee? Oké. Okay. Niet bang zijn om rond te kijken. Nee, inderdaad. Vergeet je dan. Ik doe maar heel veel van twee kanten. Oh, wee. Hey. Ja. Nou. Kijk eens om je heen, schat. Ja. Kijk gewoon eens om je heen. Oh, ja. Nou, val maar mee. Je staat nog altijd mooi in het midden. Nee, maar dan mag je nog een keer als je de banaan doorslaat. Heb je geen trigger nodig, hè? Je hebt geen knoppen nodig. Nee, okay. Daarom is deze fijn om even erin te komen. Netjes. Het wordt naar je toe gegooid, zie je. Nee. Laat maar even lekker spelen. Wil je een ander spel proberen? Ja, ik vind dit eigenlijk wel ziek. Oké. Voor mij een andere modus is. Ja, doe maar. Zen. Een beetje rustiger. Ja. Zou je denken. Ja, er komen geen bommen bij. Geen bommen. Oh. Als je ze niet recht houdt, dan? Het stond je
ze weg in plaats van dat je ze los hebt. Oh ja? Oké. Okay. Ik laat die voor een platte kant natuurlijk. Oh ja. Kijk er gaan. Zie je? Nee, nee, doe maar een ander spelletje. Zal ik je een ander opzetten? Ja, is goed. Doe maar de lab of zo. De lab was ook wel leuk. De lab kan? Ja, die is wel keks. Heb je dat is met dat portal? Ja. Ja, dat is keks. Ja, dat is keks. Dat wil ik wel eens zien. Wel. Kijk om je heen. Het is voor mij heel emotioneel en het gaat halen. Ja. Als je die dadelijk induwt, dan zie je ook het portal verschijnen op de grond. En dan kun je hem gewoon verder van je afbewegen of dichterbij of zo. En dan ga je daarheen als je loslaat. Oké. Okay. Hij is aan het laden. Ja, ik zie hem. Dat mag ik hopen. Oh, wacht maar. Ja, je hebt een hondje, die kun je ook aaien en zo. Dat is echt super schattig. En al die bollen die je ziet, dat zijn minigames. Oké. Okay. Probeer eens te lopen met die grote ronde knop bij je rij. Duur die ze? Ja, zie je. Dan kun je een portal. Je moet wel, op een, staat, wel als die groen is. Ja. Ja. En dan kun je die bol oppakken. Ja, en naar je hoofd toe bewegen. Dat is die reparatie, toch? Okay. Oh nee, is een slingshot. Ik kan me zo'n spel herinneren dat je zo'n robot moest inspecteren. En zo'n heel verhaal daarachter. Kom. Ik heb echt geen idee. Ik heb hier alleen de boogschutters variant ooit van gedaan. Okay. Maar volgens mij weten jullie al heel hoe het werkt. Het leeft je vooral uit. Ja, ik heb wel wat bekeken. Dan moet je daaraan trekken. Ja, dan moet je dat ding vastpakken, ja? Ja, vastpakken. Het is een beetje zo van Angry Birds. Ja. Het is mijn eerste keer. Please meet you. What's your name? I'm Gil. Okay. When does it start, by the way? I mean, oh my gosh, are we doing it already? Oké, dan moet je die dozen om ja. Dus je kan die heel ver naar achter trekken als het goed is. Ja. Je hoeft dan niet naar te luisteren, die hebben allemaal wat te vertellen. Ik vond het ook wel aan jullie spannend. Ja, was het wel helemaal uit. Ja. Heeft zij ook binnenkort, of heeft ze ook laatst gespeeld? En? Je kunt ook naar links of naar rechts schieten. Ja, ja. Moet je hem vastpakken en dan kun je bewegen. Als je planning to calibrate me, you know, I'll probably need about 4 or 5 rats. Or, you know, one medium sized pig, I guess. Here. Volgens mij, hè? Ik ga je even een beetje helpen. En dan moet je even jezelf weer teleporteren dat je op veilig achter staat. Als we nu naar voren toe kijken, dan kun je ook altijd zien waar je vorige schot geplaatst hebt. Zie je die blauwe bal? Ja. Dus dan kun je een beetje kijken waar je naartoe moet. Ik denk dat het super dichtbij staan ook niet per se beter is. Nu. We zouden wel wat rechtervoor kunnen gaan staan. Ja, je mag sowieso één stapje naar voren toe doen in het echt, zeg maar, anders hoef ik niet meer aan. Ja. I wanted to see more of her.
vraag. I figured I might as well call it. Okay, that was thrilling. I think. What are you? Welcome to the inaugural flight of the Aperture Science Corps Driven Air Travel Initiative. This is your. Ik denk dat mensen dat het bedoeling is. Oké, dat kan heel erg anders. Het lijkt wel alsof hij niet ver genoeg gaat op die manier. Alsof hij nog wat anders te doen is. Misschien moet ik gewoon hier zo'n dingen om gaan schieten. Ja. Doet niet veel. Nee, maak het. Nee? Oh, you're fired. Thank you. Wait, it's over. And what will you know about my onion? Yeah. Career over? Schade. No. Oh. Ja, kijk eens om je heen. Je kunt denk ik, als je met je duim boven die ronde knop zeg maar voelt, voel je zo'n klein menuknopje. Ja. Voel je die, duw zo. Ja, dan ga je terug naar de hoofdruimte, kun je een ander spel kiezen. Okay. Als je die weer aan je hoofd toe trekt, ja. Ja. Dat is wel best desoriënterend, zeg. Toch wel, ja. Ja, ik ben daar vrij gevoelig van, moet zeggen. Het is ook even wennen, hè. Ja. Wacht, voordat je iets start, kijk nog eens goed om je heen. Ik wil kijken of daar ergens het reparatiecentrum is. Dat houden we aan. Kijk eens eventjes eromheen. Dit zal het niet zijn. Nee, kijk eens daar op die middelste tafel. Ga daar eens kijken. Hier? Ja, daar kun je niet staan. Boogschutter, ja, doe dat eens. Kun je niet, dat is gewoon... Hey, jong. Hey. Nou, buk je maar. Je kunt hem gewoon aaien. Kijk tot dat. Kijk, blij beest. Ja, hij is super. Kamer, ja. Bij die grote poort zie je die, daar kun je boog schieten. Bij die oude poort. Links. Die, ja. Daar wil ik ook proberen. Maar wacht, jij wou dus weten, want ik ga hier eens kijken. Ja, dat is hem. Dat is het. Volgens mij is dat hem, ja. Moet die bewaren voor jou? Ja, is goed. Doe maar. Doe maar. Je hoort weer, het is goed, joh. Normaal, man. Boek ziet er lekker uit. Je staat op een toren en er komen guys je fort bestormen. Oh jee. Kijk eens even om je heen. Ja, ik denk dat je inderdaad naar die tafel toe moet. Het is voor mij ook altijd wel even uitzoeken, dit spel. Ja. Ja, en dan volgens mij daarop inzoomen. Ja, doe maar als je dat vierkantje. Kun je dat aanraken? Ja. Wow. Goed, je kunt met één hand de boog en met de andere kun je de pijl omhoog. En dan trigger loslaten. Yeah. Ja, hij maakt geen rechte lijn, hij maakt echt een boogje. Ja.
Oh, dat was een beetje te hoog. Ik zie die pen. Oh, dan is het netjes. En als je die ballonnen raakt, krijg je een bonus, komt je af. Maar het gaat beginnen. Oei. Als je zo'n, als je niet meer echt weet wat je moet, die tonnen, daar zit dynamiet in. Dus als de poppetjes dicht bij een ton zijn, dan kun je ook de ton schieten. Oh. Te hoog zat hij. Ja. Netjes. Waar was die andere? Daar komt hij. Oh, bijna. Iets lager. Oh. Nou, je gaat nog naar de deur toe, dan blijft hij staan. Oh, oké. Okay. Want die deur gaat hij proberen te slopen. Ja, nou. Ik heb niet zo geweldig goed in, maar. Kunnen we nu nog niet oordelen, hè? Het is gewoon even moeilijk omdat je de afstand moet inschatten. Ik denk dat je minje Ja. Dat was een ambitieus shot. Probeer ze op hun lijf te raken in plaats van de hand. Oh! Zo. Oh. Kom, Katniss. Niet voor mij. Wow. Wow. Af en toe heb ik een geluk geschoten. Okay. Hoppa. Mooi. Ja, maak je ballonnetje. Ja, probeer. Kun je een ton raken. Het ballonnetje is gevangen onder de deur. Wat zeg je? Oh, nou is hij weg. Dat was net een ballon die hing zo in die arch vast. Ook het desoriënterende wat je zei. Ja, dat had bij mij een beetje andere oorzaak. Ik heb altijd als ik mijn ogen dicht doe, ik moet dingen met mijn ogen dicht doen, dat ik desoriënteerd raak. Dit is best een beetje hetzelfde. Ik heb het vooral altijd heel erg als je moet lopen terwijl je eigenlijk stilstaat. Omdat je in die moet. Ja, ik kan me wel bij voorstellen. Ik heb het van mijn lichaam zou moeten bewegen, want ik zie dat dingen bewegen. Maar ik zag jullie daar, daar kun je dan wel op lopen als het goed is. Ja, klopt. Ja? Ja. Oké. Okay. Die zijn dan nog zelf een beetje aan het eigen maken en ontwikkelen, kijken welke spellen er geschikt voor zijn en zo. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat in de toekomst ook gaat komen. We hadden eerst ook maar 2 brillen en 1 geesthoek, dus we zijn al flink uitgebreid. En een andere uitbreiding is dus ook die 2 dingen. Goed zo. Netjes. Ik ga nog meer maaien, hoe zit dat dan? Volgens mij begin je dan weer. Volgens mij begin je dan alweer als je die aanvalt. Wat is dat ik dat doe? Ik oefenen, denk ik. Oh, dan komen de ballonnen uit. Ja, kun je een beetje oefenen. Nou, dat is niet. Maar je wil je nog een keer? Ja, daarna mag je eens dansen. Nou, we kunnen misschien nog een ander spel proberen voor jou. Misschien zit er nog wat anders leuks tussen, hè? Ja. Nou, 1 ronde vind ik nog wel leuk. Ja, ja, zeker. Je hebt pas 20 minuten gedaan dus. En voor mij maken we er dadelijk allemaal een half uurtje of zo van. Dat maakt allemaal niks uit. Oh nee, dat is deel 2 volgens mij. Ja ja, waarschijnlijk wel. Ja, het begint nou meteen wat moeilijker, hè? Ja.
Nou, je voor zijn er wel meteen een slang te pakken. Als het te moeilijk wordt, dan moet je maar even op de TNT schieten. Oh, ze zijn er doorheen. Ja, ze zijn er doorheen. Oh. Oh, mijn bogen zijn meteen weg. Wil je in de lab nog een ander spel doen, of zal ik je een heel ander spel opzetten? Nu van mij mag hij nog wel eigenlijk niet. Nee, doe nog maar even, is oké. Is oké. Nee, is oké. Ik ga een beetje bijvoorbeeld te zweten. Oké, is goed. Dan mag je. Is goed. Ik zie aan het nog. Oké, even kijken. Ook nu. Is er een Rino Button ergens op de toren? Waar dan? Ja, daar. Was super. Zit die goed? Ja. Ja, het is even wennen. Maar ik zou hem hier niet pakken. Hier doe ik. Dat moet je dan doen. Ja, maar dat... deed ik toch ook? Oh, ja, hoe zit die dan? Voel je op een gegeven moment, ja. Oefen maar even. Ja, eens even kijken. Nee. Blaas je een ballon op. Ik moet harder aantrekken. Ja. En eigenlijk een beetje een boogje maken. Ja. Oh, oké. Ah. Oké, dat is goed. Super kiks. Ik ben echt kiks. Ja. Als je een poppetje raakt, ga je beginnen. Ja, ja. Ik ga weer dan door. Ambitieus. Ja, ja. Oh, ik heb hem heel vast. Hé, jij bent een erg gekregen. Hé. Hey. Nice. Ik heb me niet van de halen van de kop geschoten. Check eens je deur. Hop, hij gaat nog naar je deur. Hey! Niet dodgen. Ah ja, als je ballonnen raakt, ja, dan gaat je deur wel mee leven. Oh! Oh, oké. Kun je niet gewoon een pijl op zijn kop laten vallen? Goed zo. Ja, maar dat...
staat nu al alleen. Probeer ietsje lager te richten. Heel laag. Heel laag. Ready to move on. Hoe doen we bewegen? Met de grote ronde knop? Naar voren wijzen, ja. Ah, ja. Je mag vanaf waar je nu staat in het echt even een stap achteruit. Zal ik doen? Ja, super. Zo. Top. Ik kan iemand daar een beetje real life bewegen. Super. Goed, dit wou ik doen. Ja. Robot repair. Dit is zo kiks. Dit was een van de eerste VR dingen waar ik echt erg van was. Wat zie jij nu? Ik zie alleen hier de loading screen. Maar verder is hier die empty void. Hey, yes! Oh, dit is zo kijk, het ziet zo mooi uit. En dus ik begrijp dat de pro van de Vive nog beter is. Hij kan bij ons niet groter, denk ik. Even kijken. je moet met de knop. Klopt. Ik moet zo doen. Ja. I'm gonna charge him. Mag ik iets harder? Yes. Is dat kan. Open a drawer. Ja, daar gaan we naartoe. Niet naartoe lopen. Ik wou net zeggen. Ik denk dat hij wel het groene lichtje. Please keep on. Ja. Good. Now close the drawer. Open the correct drawer. Oké, ik ben de kick schutter. Okay, open the correct drawer. Good. Eww, dat is cake. Dat is een lie. Godverdomme. Eww, precies. God, echt een tof spel. Ik heb me eigenlijk niet gemaakt. Charlize zou hem ook laten uitgespeeld. Oh, dit is zo kiks. Ja. Was ook al wat geweest als ze dat hadden, maar het portal erin. Oh, dat is een kiks, hè. Locate and pull the lever. Wat is de lever? Wat is die? Daar. Ga je daar. Nou, zo weet je wat het ziet. Dat is zo real. Dat is echt kiks. En een point. Daar. Oh, je hebt de informatie nodig. Ja. Echt kiks. Jij doet daar. Kom maar goed. Kijk, Veronica, jij gaat aan tafel nodig. Holy shit, ik had niet verwacht dat het zo goed is uit te vinden. Ja, is goed. Ga er een beetje goed voor staan of zo?
Please take your time. Up to 30 seconds, at which point the thermal reactor currently on double frequency heat exchange unit will detonate. Over clients are people. You got to learn how to fail it. No. That's okay, right? That is fun, right? Take your time. 15 seconds. 15 second class of people ahead. Yeah, yeah, not the technical beta. I'm not going to. Increase heart rate detected. Motion sounds relaxation present before. Bye. Wow, holy shit. Super creepy. Yeah. Thank you. All responsibilities have been removed from your list of responsibilities. Form outbound, units. Bye. Hey, let's go. Hey, Glennis. It's Kicks. Congratulations on your quota filling promotion. You gave my portal here. I want you to know, at first I was against this human diversity outreach program. But now, watching you flail around like a sweaty pile of pen, I see I was wrong. It's hilarious. Honestly, I think you're overqualified for robot repair. I've got a better assignment for you. Repair station recycling, complete. Thank you for your participation. That's a recording. He has to say hi. Yeah. Oh, super. Hey. I'm so ready. Yeah. Is it me too? Okay, super kicks. That was actually kicks. Ze komen niet achter je, alleen maar voor je aan de zijkant. Oké. Parkeer, ja. Ik ben daar ook. Ja. De beginning al makkelijk. Ja. Als je gekleurde blokken in de lucht ziet, dan is dat bonus. Dat is een bonusblok.
Dat was wel een blokje links van je. Linksonder is een blokje, ja. Ja. Nou, heb je extra schuld voor dat je echt een schuld voor voeren houdt. Nou, als je extra schuld weg, dan moet je het wel zelf doen. Die bollen kun je alleen maar raken als ze open zijn. Wow. Ik denk dat ze open zijn. Ja. Nu dus. Yes. Ja, toch niet. Ik moet even wachten tot hij weer open gaat en dan weer schieten. Hij is open aan het schieten. Oh, ik was mezelf aan het schieten. Ja. Ah, oké. Okay. Maar we hebben mezelf doodgemaakt. Ja. Yep. En ik killed myself. Ik ga beter van mij leren dan dat in het hebben gedaan. Bijna best wel weer. Maar leg je het op een meubelen? Goed gezien. Kun je nog een afspraak proberen? Ja, dat was een afspraak. Stoel komt aan deze kant. Ja. Dan mag je daarop gaan zitten. Okay. Yes. Je hebt de controles ook niet nodig nu. Nee, oké. Okay. Je kiest een achtbaan door een tijdje naar te kijken. Okay. Er zijn 4 keuzes. Ik zou je aanraden om niet de space te kiezen. En voor de rest maakt het niet uit. De space niet? Nee, die is ja, wat minder, vind ik zelf. Oh, je zit niet recht, hè? Dat is wel heel goed. Dat is oké. Okay. We kunnen wel. Je wel? Ja, super.
Bye guys. The graphics van dit spel zijn wel wat minder. Wow, het lijkt inderdaad op die gevoel. Fuck man. Je hebt echt het gevoel dat je, ja, echt. Ja, ik hoef dan ook niet heel goed te zijn. Het is altijd kotsmisselijk. Ja, dat begin ik nu wel te merken. Je bent de baan kwijt, hij heeft niet in de lucht. Oh, maar ik hoef mijn gevoel te zeggen. Ook van holy shit, was het ja. Weet je waarom het misselijk maken is? Omdat er voor je gestuurd wordt. Mm-hmm. Er wordt voor jou je hoofd gedraaid. Omdat het werk gaat. Ja, ik zet deze maar af, want ja? Deze is waar voor mij. Ik vind het wel echt iets gemaakt, maar niet van me. Dus afzetten? Ja, ja. Voordat je daar gewoon weer in staan. Dan mag je weer opstaan. Hoe is het met je hoogtevrees gesteld? Hoogtevrees? Ja, doe maar. Oké, dan ga ik even in de hoek. Je kan ook dat zien doen. Dat weet ik niet. Google Earth Viewer. Ik ga je een beetje verplaatsen, oké? Ja, hoogtevrees. Ja, perfect. Even blijven staan. Oh ja, ga je die plank halen. Yes. Nee, ik zie hier wel een bord met spellen. Super Hot Smashbox Vacation Simulator. Arizona Sunshine. De plank. Kijken of je ja, dat moet je toch gedaan hebben, hè, als ja. je het hier gaat proberen. Kijken of het. Merk wel dat er een vork als het begint te ontstaan. Oké, okay, ik zal het wel even schoonmaken. Ja. Je staat in de lift, aan de linkerkant zie je een knopje met plank. Aan de linkerkant. De plank. Doe die maar in. Ja. Ik heb al heel veel handjes moeten vasthouden. Ik kan me nog meer voorstellen. Oké. Okay. Nou, gewoon lopen, hè? Ja, zeker. Het was wel korter dan je denkt. Oké, korter dan ik denk. Ja. Is goed. Maar wel veel staan erbij. Oh, ja, je hebt ook zo'n mooie bolling in gedaan. Mooi, hè? Ja, dat is zwaardig. Omdat de plank kort was dan je denkt. Je hoofd te veel naast de plank kwam. Oké. Je was heel erg voor van de nou, oké, ja, daar heb je van de plank afstappen ook al meteen gehad. Ja, ja. Wil je nou ook nog een keer gewoon overheen lopen naar de donuts toe? Dat mag namelijk. Naar de donuts? Ja, dat stond de donuts. Oh, geen idee. Ja, doe maar. Dan mag je nog een keer. Nee, die bolling, dat is wel echt vervelend. Nou, hij is best wel gevoelig op je hoofd, zeg maar. Dus vaak als je zijwaarts loopt en oh, dan val je vanzelf iets te veel naar voren toe buigt, okay. Dan denkt hij dat jouw hoofd niet meer boven de plank is. Mm-hmm. Ik zie het, ja. Zo. En dan kun je ook heel controleerd afstappen. Ja, ik zal je toegeven, in het begin merkte ik het wel. Maar nu valt het mee, hè? Het valt mee, ja. Je realiteit valt best om. Ik merk het wel, ja. Ik merk het wel een beetje. Maar ik ben niet bang. Ik zal je eerlijk zeggen, dit zou ik dus nooit echt leven kunnen doen. Ik ook echt niet hoor. Als ik dit hier zo zou zien, dan zou ik zeggen, fuck you. Ja. Samen allemaal. Maar dit is oké. Dit is oké. Ja, dat is oké. Ja, alsjeblieft. Zo, hé jongens, kom maar. Even twee talen die paniek zo. Yes. Dan ga ik je bril even afdoen, gaan we even schoonmaken. Ja, dat is goed. Mag jij ook de plan doen? Super. Ja? Ja. Dan mag je aan de linkerkant op je plank induwen. Oh,
maar dat voelt vreemd. Überhaupt al de lefvorige, daar is het van. Nee, net die rollercoaster, dat was echt... Dat klopte echt niet. Dat wil ik echt wel eens proberen. Ik wou het ritje niet afmaken, want ik begon mijn mensrecht te voelen. Maar... Oh, Jesus. Het is erg, hè? Nee, God, ik word gewoon naar voren getrokken. Ik wil nog aan de lift deel vastpakken. Oh, dear. Holy shit. Oh, this is not funny. Nee, maar bijna op de helft. En ik bedoel, er staan donuts op het einde. Ja, daar doe ik het voor. Dan wil ik dat. Fuck, ik heb een kop. Je mag het ook afstappen, Raleigh. Dit is wel de enige keer dat je gewoon vanaf 80 verdiepingen kunt vallen zonder dat het echt consequenties heeft. Ja, ik wil die vogels bekogelen met een beagle. Ik kan niet echt mikken. Ik had die vogel niet raken ofzo. Ga je afstappen? Dat is het eigenlijk dat ik gewoon van ga. Nee. Je mag me ook vasthouden, dat is dan van. Oh nee, ja. Ja, perfect. Ja, en... Oh Jesus, je klapt eigenlijk een schenk. Ja. Wat perfect. Oh, kiks. Nee, joh. Wil je ook een ander spelletje dan doen? Zijn mijn mama zijn een achtbaan. Kijk of ik wat. Nee, het probleem is dat jouw hoofd voor je geschud wordt, zonder dat jouw lichaam dat maakt. Want dat is het probleem. Wil je even niet gaan zitten? Ik sta goed achter je aan het voelen, ja. Want de hele tijd krijg je... Je hebt de hele tijd controle over alles. Dus als je je hoofd draait, dat het ook meedraait. Maar in dat spel niet. In dat spel wordt dingen voor je gedraaid soms. En dat werkt dan niet. Je kiest er eentje om lang naar te kijken. Ja. Ja, ook die. Die lijkt me leuk. Castle Rollercoaster. Wat? De Castle Coaster. Of zo'n kerstmis. Nee. Ja, dan blijft hij inderdaad al. Wow. Oké. Je moet wel voor je gevoel rechts zitten. Ja, dat probeer ik inderdaad. Heb je nou goed? Ja. Ja? Oh, Jesus Christ. Oh, dat is echt een raar gevoel. Dat is heel anders, toch? Ik zie het nog gebeuren, ik krijg voor over donder. Bro. Dit voelt echt, weet je dat? Bro. Ja, het voelt echt inderdaad, ja. Ik had die adels niet vasthouden. Je kunt de zijkant van je stoel vasthouden. Ja, dat ga ik krijgen nodig, hè. Oh, shit. Oh, fuck. What the hell? Oh my god, dat is zo creepy. Dit zal wel de eerste keer zijn dat ik in een achtbaan terechtkom waar je nog wel leeft. Holy shit. Holy shit. Dat was hem al. Oh, dat viel wel mee. Wil je dan nog eentje? Nee, maar een beetje duizelig. Dus het is even goed. Dan mag je ook opstaan. Dat is wel leuk. Semi. My god. Wat wil je voor een spel doen? Wands, volgens mij. Is dat met Harry Potter iets? Nee, het is eigenlijk niet zo'n heel leuk spel. Oké. Okay. Ja, je kunt niet zo heel veel. Je kunt een paar toverklanken mixen, maar dat is dan ook eigenlijk alles. Oké, Surgeon Simulator misschien. Misschien is dat wel. Grappig inderdaad, ik heb zelf alleen echt nog nooit gehad dat het mij lukte. Je mag één stap naar links doen. Ja, ik zie het, ja. Nee, ik mag niet. Dat
Dat is de sensor, is dat. Oh, oké. Okay. Die ziet waar jij bent. Kijk eens even naar de grond. Yes, perfect. Oké, kijk even naar je handen. Zet ze goed om? Ja? Mooi. Ja. Probeer eens duwse trigger in. Gewoon en kijk naar je handen wat er gebeurt. Zie je dat? Je hebt ook van die gripknoppen aan de zijkant die ik helemaal in het begin aanwees. Weet je nog waar die zitten? Probeer die eens. Okay. Die doen ook van alles, hè? Dus eigenlijk kun je heel veel vingers apart bewegen, zeg maar. Ja. Oké. Dan mag je nou die operations aanduwen op dat bord. Ja. Je kunt kiezen. We hebben Bob en die moet aan zijn hart geopereerd worden. Een harttransplantatie. En zo kun je ook andere organen kiezen. Oh, okay. Maar je gaat binnen. Dat is prima, waar je heet. Oh. Succes! Okay. Ik heb nooit begrepen hoe dit fatsoenlijk moet, dus ik wens je heel veel succes. Kom, Shati, je bent apothekersassistente. Je kan dat ook wel. Willen jullie wat drinken trouwens? Ja, is goed. Wat wil je? Heb je geen appje iced tea? Iced tea, ja. Ja? Oké, doe maar. Ah! Wat wil jij drinken? Ik heb iets kapot gemaakt. Janice, wat zou jij graag willen drinken? Silas? Ja, doe maar. Ik heb zijn long kapot gemaakt. Okay. Met rietje of zonder rietje? Nee, je hoeft geen rietje. Schat, moet je een rietje? Nee, ja. Je hebt zijn long eruit gehaald zonder zijn ribbenkas open te maken. Hoe de hel heb je dat gedaan? Dat hoort niet te kunnen, nee. Wat? Laat hem maar los. Oh, oké. Okay. Kun je hem niet loslaten op een of andere manier? Nee. Goed zo. Nee, laat maar gaan. Gooi maar weg, had hij niet meer nodig. Eén is genoeg. Je moet die zaag of zo pakken. Heb je geen zaag? Ja, leg hem even aan de kant of zo. Daar, op tafel. Goed zo. Pak die zaag daar. Of het cirkelzaagje, ja. Ja. Ja, voorzichtig. Ik zou bij het midden van de sternum beginnen. Ja, hij heeft een slechte verzekering, dus we pakken jou gewoon om het te doen. Ik denk dat het nog wat... Ja, dan gewoon een hele rapportje mee. Ja, zeker. Dat is dat toch een melanoom. Dat maakt niet uit. Een melanoom of een long. Jazeker. Ja, het zat er niet... Oh, sorry jong. Dankjewel. Nou, dat heb ik toch niet meer nodig. Als je dacht dat je van deze is, die ook niet nodig. Ik kill hem op de chantal, zeg. Nou, wat denk je wat ik doen, wanneer? Alsjeblieft, ja. Had hij niet zo'n slechte verzekering moeten kiezen? Oké, ja. Wacht, tijd zat. Je hebt nog 2,5 minuut. Ja, je moet wel losnijden, hè. Zo barbaar zijn we nou ook nog niet, hè? Dat we alleen maar draaien drukken. Blijf liggen. Pak eens het Stanley mes of zo, dan snij je dan eens los. Waar gaan we het snijden? Ja, moet een harttransplantatie moet die hebben. Goed zo, Shetty. Volgens mij is er wat los. Oh. Ik denk dat je niet gekild hebt. Ja. Okay. Nee, anders wel. Alles wel. Ja, doen we nog maar een rondje Fruit Ninja. Fruit ja. Ninja nog eens. Ja. Okay. Goed. Willen jullie een half uur langer trouwens? Zeg jij het maar, Shad. Ik vind het hartstikke leuk en ik denk dat jij dadelijk ook nog wel even een beetje zin hebt. Is goed, we doen maar een half uur. Je moet rechts Fruit Ninja doen, dat is ook echt fijn om te zien. Oké, okay, is goed. Al die doen sterretjes zo. Best grappig.
Hey! Oh, die gaat op jou schieten. Wow, hallo. En je mag er maar 3 messen, of bij jou. Holy hell. Nou, oh, enige mes volgens mij. Nee, nee. Het zijn de kruisjes. Nu wel dadelijk, als je wil opletten. Nee, nog niet. Het zijn die kruisjes. Gewoon blijven opletten. Je merkt het vanzelf. What? Tot nu toe nog niks mis. Jij moet twee zwaar, hè. Blijf daaraan. Enige mes. Ja. Oké, nou. Ik wou net zeggen dat ik een beetje op het hangen was. Heb je nog een kruisje hersteld? Of ja, als je genoeg punten haalt, herstelt de kruisjes. Dat is kiks. Dat is een klassieke. Wow. Oh. Jong. Het is wel leuk dat je voor deze een beetje moet rondkijken. Want bij die andere modus hoef je niet echt rond te kijken. Lijkt een beetje op Guitar Hero, alleen dan met zwaarden. Oh, dat ken ik. Ja, dat heb je wel eens gezien. Ik heb filmpjes van gezien.
moeten daar even goed naar je handen kijken, want je blauwe zwaard moet rechts zitten. Blauw moet rechts, rood links. Blauw rechts, rood links. Ja, top. Dan mag je schieten op continue. En op solo. En dan mag je een liedje kiezen. Als je een liedje klikt, dan hoor je hoe die klinkt. Dat zijn er maar een paar. En dan kun je ook nog easy roll van de hand en zo kiezen. Blauw met blauw, rood met rood en proberen op de pijlen te letten. Het ziet er best lastig uit, hè? Dat moet jij dadelijk spelen. Ja.
Mag jij een hele grote stap naar voren doen? Zeg je? Een hele grote stap. Yes. Zo, ik word langzaam wel een beetje dizzy. Is goed, ja? Zet. Kom maar drinken. Ja, en dan mag je dat. Yes. Daar wil ik jou wel eens in spelen met je gitaar. Ja. Ik vind het, hoe die soms omswitchen. Ja, allemaal moeilijker te maken. En als we eens blauw hier. Blauw is voor roodhoofd staan. Dan ben je wel raar. Je ziet ze wel echt omspringen. Ja. Ja, en die zag ik inderdaad aan de weg komen springen. Dat doen ze altijd, ga je dan zo gefocust op wat er bij is. Jo. En dan moet je moeilijk proberen. Super. Moeilijk proberen. Och ja. Het is echt lastig hoor. Ja, je speelt altijd op expert op gitaar, hoor. Dus hij denkt, dat doe ik wel even. Ja, je ziet het gebeuren, je moet gewoon oplaten. Oh, lekker. Ja. Doe maar een beetje. Ik kan de pelletjes, ik heb niet veel om de pelletjes te zien. Nee. Nee, dat is niks. Als je op die menu klopt, boven de ronde duwt. Ja, wel echt kijk. De menu knop boven die ronde, die grote, ja. Boven de ronde. Ja, dan kun je in het menu.
Ja. Ook wel een mooie opmaak doen, ja. Een beetje vrij horen. Ja. Dat is een stuk lastig. Ik kan het wel eens zien op deze. Zo snel dat het spel geen onmogelijke dingen van jou gaat vragen. Dus heb je net van boven naar beneden gedaan, moet je eigenlijk altijd daarna van beneden naar boven toe. Ja, ja. Omdat het anders gewoon niet gaat. Mm-hmm. Hey. Jong. Je deur. Mijn deur? Maar dat liep naar binnen. Dat zal hij wel zijn. Ja. Jammer. Nou, het feestje kan beginnen. Thank you.
pak vannacht. En als je wel een popje doorslaat, dan komen er alweer 8 nieuwe. Maar je deur wordt niet meer heel. Nee? Oké. Moet ik nog voren lopen of zo? Ja. Zat er bediening? Nee, je moet op dat vliegje daar. Nee, ik, omdat de kabel mij de hele tijd zo naar boven. Oh. Maar, je mag doorgaan tot je afbaan, dan is het tijd om. Oké, is goed. Dan doen we dat. Even de schouder even.